De minister van LVV die is vandaag in het parlement ingegaan op twee zaken welke thans zeer actueel zijn in de gemeenschap. En dat is dan dat visvergunningen rechtstreeks gegeven zullen worden aan Guyanese vissers. En ook nog over onze rijstkwaliteit, welke is afgekeurd door de EU. Aan parlementariër Mahinder Jogi vroegen wij of de minister wel naar tevredenheid heeft geantwoord. Jogi ging er als volgt in hierop. Mahinder Jogi, parlementariër, de uitspraken van de president en de minister van LVV na hun terugkomst uit Guyana dat ons rijst door EU bestempeld zou worden als rijst van minder kwaliteit en het nu binnenkort rechtstreeks verstrekken van, van vergunningen aan Guyanese vissers. Dat heeft toch voor de nodige deining gezorgd in die gemeenschap. En ook het parlement heeft vragen gesteld. De minister van LVV heeft vandaag antwoord gegeven op de vragen naar tevredenheid. Meneer Guinness, bedankt voor de gelegenheid. Laat mij aangeven dat ik bezoek van de president naar Guyana toejuich. En dat de, minister, dat de president met een brede delegatie is gegaan. Niet alleen ministers, deskundigen, maar ook zeker mensen uit het bedrijfsleven, ondernemers. En dat we zien dus dat na lange tijd weer er een regering aantreedt die heel veel waarde hecht en inhoud geeft aan de buitenlandse politiek. Goed nabuurschap moeten we nastreven, sowieso. Het zijn onze buren. Laten we kijken wat de issues zijn die we hebben. Laten we kijken waar we verschillen. Laten we kijken waar we overeenkomsten hebben. Laten we kijken waar we samen kunnen werken. Laten we kijken waar we vanuit die samenwerking iets kunnen doen voor beide volken dat in het belang is van beide landen. Ik denk dat dat de hoofdlijn en de rode draad is in het bezoek van de president aan Guyana. En natuurlijk is het zo dat wanneer je als staatshoofd een bezoek brengt, er issues zijn die wederzijds besproken worden. En dat van de visvergunningen en de vissers en de illegale visserij en piraterij en stroperij, dat is een kwestie dat allang aan de orde is en besproken wordt. En hoe zou het zijn dat wanneer je als president van Suriname in Guyana bent en deze zaak wordt aan de orde gesteld, dat je mond dicht houdt en niks zegt. En ik denk niet dus dat de president heeft aangegeven dat er nieuwe vergunningen verstrekt zullen worden. Wij moeten niet vergeten, en jammer genoeg heeft niemand die vraag gesteld in het parlement, dat we een overzicht moeten krijgen van alle visvergunningen die de afgelopen 10 jaar, 12 jaar zijn verstrekt. Aan wie ze zijn verstrekt. En wanneer er stroommannen zijn die de vergunningen verder onderverhuren en daarmee hoekerwinst te maken en slapend rijk worden, dan is dat een zaak dat aangepakt wordt. Ik zou de mededeling van de president in dat licht willen plaatsen. Ik plaats de mededeling van de president niet in een kader waar we zeggen van luister, we gaan Surinamers benadelen. Dat is niet zo. En er is ook aangegeven door de president dat de Surinaamse wetgeving zal gelden. Dat heeft de president ook gezegd. Ik heb dat stukje beluisterd. Dus ik denk niet dat daar iets mis is. In de uitvoering is niet de president belast. In de uitvoering is de minister van LVV belast. Ik hoop dat de minister de nodige deskundigheid aan de dag kan leggen. De nodige kennis en ervaring heeft die hij aan de dag kan leggen. En dat hij zodanig zaken doet voor het land dat dat niet in het nadeel valt van Suriname. Nog minder in het nadeel valt van onze vissers. Betekent dat er afspraken zijn gemaakt. We gaan naar een oplossing. Maar de uitvoering ligt bij het ministerie van LVV. En het ministerie van LVV moet haar werk goed doen. Met betrekking tot de vraag van u over de antwoorden in het parlement. Dit is het parlement. En parlementariërs mogen vragen stellen over allerhande zaken. En het bezoek van de president is recent geweest in Guyana. Het is actueel. En parlementariërs hebben het recht. En het is aan de regering om die vragen te beantwoorden. En ik hoop dat de regering op een juiste en correcte wijze kan ingaan op de vragen. En dat leidt tot tevredenheid bij de vragenstellers. Ja, maar vindt u dat de vraag wel naar tevredenheid is beantwoord door de LVV-minister? Ik was niet te lang in de zaal omdat ik zit als voorzitter van de commissie wijziging van de amnestiewet.
En ik had een meeting met andere actoren, omdat we morgen op de agenda willen hebben laten plaatsen verslag van de commissie van rapporteurs van de amnestiewet. Dus we hadden wat werk te doen. Dus ik heb niet alles gevolgd, daarom zeg ik je. Ik hoop dus dat de minister de nodige kennis, deskundigheid, ervaring aan de dag legt om deze zaak af te handelen. Maar ook op de juiste wijze heeft kunnen ingaan op vragen die zijn geweest vanuit het parlement. Maar is het dus niets verkeerd aan de mededeling van de president over deze twee zaken, rijst en visvergunningen? Met betrekking tot de rijstkwestie moeten we aangeven en men gaat vinden dus dat ik verwijt. Maar het is algemeen bekend in Suriname dat Adron niet meer die Adron is die Adron was. Dat Prins Bernard Polder niet meer die Prins Bernard Polder is waar Saïsat werd gemaakt. Dat het niet meer diezelfde Prins Bernard Polder is. Dat we behoorlijk zijn afgegleden en achteruit zijn gegaan wat betreft de kwaliteit van onze Saïsat. En wanneer misschien voor korte termijn er mogelijkheden zijn om vanuit Guyana Saïsat te betrekken, dat is die nabuurschap. Dat is het gaan kijken waar we elkaar kunnen ondersteunen en helpen. Waar die overeenkomsten liggen in de belangen. En wanneer dus we door het halen van Saïsat van Guyana naar Suriname, daarmee de kwaliteit en de volume van onze rijstproductie kunnen verhogen, dan moeten we dat zeker overwegen. Aan de andere kant moeten we ook een spoor hebben waar we zeggen van luister, wij gaan door met het functioneer klaarmaken van Adron, een directeur daar te benoemen. Toch? En we gaan terug naar het veredelen van goed kwaliteit saïsat dat beantwoordt aan de verlangens van de boeren, maar ook van de consument. Het kwaliteit dat eruit komt als witte rijst. Dus we moeten op twee sporen werken. Er moet toch een win-win situatie zijn voor beide landen. Wat is de win situatie voor Suriname in beide gevallen, heer Jogi? Nou, in de kwestie van de saïsat hebben we voor korte termijn betere saïsat misschien voor onze mensen. Dat is die winsituatie voor Suriname. En in de kwestie van de visserijsector moet u nagaan dus dat er een ordening moet komen in dat hele vergunningsgebeuren in de visserijsector. Toch? En dat dit aanleiding vormt en aanleiding moet vormen om het hele systeem te gaan herevalueren. Twee is namelijk dat die vessel monitoring system dat al jaren eerder geïmplementeerd zou worden, waar tijdens ALGU onderhandse gunningen zijn geweest om die GPS-systemen aan te schaffen, maar tot nu toe kunnen weinig boten volgen waar ze gaan. Dus wanneer je die middelman uitschakelt, moet je wel weten waar vangt Jogi nu op dit moment. Je moet met dat systeem dat kunnen traceren. En dus deze maatregel moet ertoe leiden, nogmaals, de president heeft gezegd naar onze wetgeving, dat we ordening krijgen in de vergunningverstrekking, dat we die vessel monitoring systeem in place hebben, dat we onze visgronden kunnen bewaken, dat we ervoor moeten zorgen dat vis dat gevangen wordt in Surinaamse water ook in Suriname wordt aangeleverd. Dit zijn allemaal zaken die moeten uitrollen. Dit betekent niet dat de president heeft gezegd van Guyanese, zwemmen jullie de quarantainrivier over, pak een boot en begin je netten uit te zetten. Dat heeft de president niet gezegd. Dat moet duidelijk zijn. Dus het is niet waar, zoals vandaag een krant heeft gekopt, illegaliteit wordt beloond? Nee. Illegaliteit in de vorm van wanneer mensen 10 vergunningen hebben gehad, hebben aangegeven dat ze 10 boten hebben, maar in de praktijk hebben ze misschien niet eens 1 boot. En dat is illegaliteit. Je neemt 10 vergunningen onder valse voorwensels en je gebruikt die vergunningen anders. Het is precies zo wanneer iemand trawlers zou hebben en dat zou moeten inzetten om garnalen of seabob of wat dan ook te vangen, maar gaat met zijn trawlers naar Venezuela om brandstof te smokkelen. Toch? Dan heb je 10 trawler vergunningen, maar je gebruikt ze niet om vis te vangen, je gebruikt ze om andere dingen te doen. En dat is wat gecorrigeerd moet worden. Dat is die illegaliteit die gecorrigeerd moet worden. En ik denk met meeste toezegging er een scala van maatregelen komen die nogmaals ordening moeten brengen in die hele sector.
in het geven van vergunningen, in het aantal boten, gebieden, aanlanden van vis, al deze dingen. Uiteindelijk moet Suriname er beter van worden. Uiteindelijk moet onze visexport gaan groeien. En dit alles moet ruimte bieden om die ordening te maken. Meneer Jogi, omdat u eenmaal hier staat, even gauw een ander onderwerp. U weet dat het volk of een deel van het volk morgen wil komen protesteren tegen het beleid van deze regering. Uw reactie daarop? Wij wensen te leven in een democratische rechtsstaat. Vreedzame betoging is een recht dat verankerd ligt in onze grondwet. Ik zou als regering, ik zou de regering willen adviseren om nota te nemen van dit voornemen en serieus alles eraan te doen om zodanig beleid los te laten dat de aanleiding voor zo'n protest, misschien niet morgen niet en overmorgen niet, maar zeker de aanleiding tot zo'n proces wegvalt. Het punt is dat de regering bezig is het land te organiseren, de situatie te normaliseren, financieel, economisch. En dat daarbij er zware maatregelen getroffen moeten worden. En ik hoor meneer Edam en niemand horen zeggen van die maatregelen moet je niet treffen, president. Waarover iedereen struikelt is die maatregelen die getroffen worden, de maatregelen die nodig zijn om getroffen te worden, die maatregelen veroorzaken erg veel pijn. En hoe kan die pijn verzacht worden? En hoe kan die pijn verlicht worden? Dat is de issue. En daarom zeg ik, ik hoop dat de regering goed nota neemt. We zitten 8:30 bij de president straks, ja, met meneer Gayadin. En zeker het punt van eerste levensbehoeften. Laten we niks onder stoelen of banken zetten. Naar mijn coalitie, maar ik moet de waarheid spreken. Dat ding van eerste levensbehoeften knelt bijzonder in die samenleving. De aanwezigheid van genoeg geld knelt ook bij die regering. Dat moeten we ook niet vergeten om te zeggen. Dus daarom zeg ik dat de regering nota moet nemen van het voornemen, die ontevredenheid, en moet gaan kijken welke voorzieningen de regering kan treffen, zeker op het vlak van eerste levensbehoeften. Op het vlak van gezondheidszorg is de regering al ingekomen bij hartchirurgie. Is de regering al een agreement aangegaan met de ziekenhuizen, wat 35 miljoen op maandbasis kost. De regering is bezig. De resultaten nemen een beetje tijd, maar nogmaals, eerste levensbehoefte is een hot item. En daarop moet de regering serieus geld gaan verzamelen en zoeken om dat een beetje te lenigen.